proberen om wel een toon uit te stappen. Rond een uur of kwart voor elf hebben we een melding gekregen dat hier geschoten zou zijn. Bij of in de tram, in ieder geval ook wel in de tram. En uiteindelijk toen we hier kwamen, toen bleek het ook zo te zijn. Meerdere slachtoffers aangetroffen. De eerste zorg is natuurlijk uitgegaan naar die slachtoffers. Die zijn verzorgd door het ambulancepersoneel. En wij zijn een groot onderzoek gestart en hebben een groot gebied hier afgezet. Om te kijken of we helder kunnen krijgen wat zich hier heeft afgespeeld. Ja, heeft het over slachtoffers. Zijn er ook dodelijke slachtoffers? Daar kan ik op dit moment nog helemaal niks over zeggen. Dat zal later op de dag bekendgemaakt worden. Ja. Zoals u allemaal meegekregen heeft, vanochtend in Utrecht een schietpartij plaatsgevonden op verschillende locaties. Ook al is op dit moment nog veel niet duidelijk en zijn de lokale autoriteiten druk bezig om alle feiten op een rij te krijgen. Wat we al wel weten is dat in ieder geval een dader voortvluchtig is. Zoals u ook weet kunnen we op dit moment een terroristisch misdrijf niet uitsluiten. Dat betekent dat ik om 11:15 heb besloten het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht te verhogen naar niveau 5. Dames en heren, ons land is vandaag opgeschrikt door een aanslag in Utrecht. Politie en OM doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Wat nu vaststaat is dat er is geschoten op inzittenden van een tram in Utrecht, dat er gewonden zijn en mogelijk doden gevallen. We zetten nu alles op alles om de dader of daders zo snel mogelijk te pakken. Daar is nu alles op gericht. Vanochtend heeft om 11:15 een afschuwelijk incident plaatsgevonden bij het 24 Oktoberplein. Tot nu toe zijn daarbij drie slachtoffers, dodelijke slachtoffers te betreuren. Nu wij ervan uitgaan dat er maar op één plek een schietincident zich heeft voorgedaan, trekken wij het advies om binnen te blijven in. Vooral worden gesteld omdat deze meneer in 2017 betrokken is geweest bij een verkrachting. Hij had daar over 4 maart dit jaar voor de rechter moeten verschijnen. Maar of deze meneer gedetineerd was, dat bleef de vraag. Deze meneer is dus nu. Ja, we horen inderdaad zojuist, krijg ik door van mijn collega, dat we inmiddels de verdachte die we zochten, die hebben we inmiddels aangehouden. Meer nadere gegevens heb ik nog niet, maar ik kan u dus wel melden dat de verdachte die wij zochten, dat die zojuist door de politie is aangehouden. Oké. Heel Nederland leeft intens mee. En dat zullen we morgen ook tot uitdrukking brengen door de vlaggen op overheidsgebouwen half stok te hangen. Daartoe heb ik een vlaginstructie uitgevaardigd. Ik heb eerder gezegd vandaag ook, we moeten onze manier van leven, heb ik vaker gezegd, blijven voortzetten. Wij zwichten niet voor dit soort vreselijke gebeurtenissen. Onze democratie is sterk. Onze verkiezingen gaan door.